Hallo, hier ben ik weer met een nieuwe vraag van de Kweek. En deze keer een vraag van Irma op YouTube. En Irma die zegt, ik heb een klein fortuin uitgegeven aan zaden voor mijn mini-moestuin. Vooral bijzondere tomaten. Nu wil ik van de komende oogst zaden bewaren, zodat ik niet weer heel veel geld kwijt ben. Maar niet alles is zaadvast. En ook kwam ik termen tegen als F1 en heirloomzaden. Hoe zit dat precies? En welke zaden kan ik verzamelen die weer dezelfde oogst geven? Nou Irma, dit vind ik echt een supergoede en heel erg leuke vraag. En ik zal hem proberen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Wat je zegt, dat klopt Irma. Niet alle zaden zijn zaadvast. Maar wat betekent zaadvast nou eigenlijk? Nou, zaadvast betekent dat de zaden geen kruising zijn tussen verschillende rassen. Als je van zaadvaste rassen de zaden oogst, dan krijgen de nakomelingen precies dezelfde eigenschappen als de plant die jij in je moestuin had staan. Dus zowel qua smaak, vorm, kleur, etc. Heirloomrassen, ik hoop dat je het zo een beetje goed uitspreekt. Je schrijft het als heirloomrassen. Die zijn ook zaadvast. Heirloom betekent zoiets als erfstuk in het Nederlands. En dat zijn oude rassen die binnen families generaties lang werden doorgegeven omdat mensen het een bijzonder ras vonden qua smaak, kleur of andere eigenschappen. En dan heb je nog F1 en dat betekent dat het een kruising is. De goede eigenschappen van twee rassen worden dan gecombineerd tot een nieuw ras. En dat heeft als voordeel dat de opbrengst vaak net wat hoger is. En je kunt je dus voorstellen dat in de landbouw veel F1 rassen worden gebruikt. Als je dus zaden van groenten uit de supermarkt gebruikt, dan is er een heel grote kans dat dat dus F1 rassen zijn. En dat houdt dus in dat als jij daar de zaadjes uit de tomaten pakt of de paprika of wat voor groente jij ook maar wil gaan kweken uit de supermarkt, dat je dus niet exact dezelfde groente krijgt met precies dezelfde eigenschappen. En als je dat niet erg vindt, dan kun je dat dus gewoon doen, hè? Maar dan weet je dus gewoon niet precies wat voor tomaat je krijgt. En meestal doe je dat natuurlijk omdat je denkt, ha, dit vind ik een super lekkere tomaat, die wil ik nog een keer kweken. Maar het kan dus zijn dat de vorm, de kleur, de smaak toch net weer wat anders is. Wil jij echt exact dezelfde tomaat straks, Irma, dan zul je inderdaad voor die zaadvaste rassen moeten gaan, waaronder dus die heirloomrassen. En heb jij nou zelf nog een vraag voor deze rubriek? Laat een reactie achter onder deze video. Stuur me een mailtje op info@moesmeisje.nl of stuur me een berichtje op Instagram. Tot de volgende keer!